Ja, de huizenmarkt is natuurlijk een blijvende kwetsbaarheid in, uh, in Nederland, omdat wij een huizenmarkt hebben van hoge pieken, diepe dalen. Dat is in zekere zin een beleidsmatige keuze, hè, omdat wij hebben gekozen voor ruime uh, leennormen, internationaal opzicht. Dus ja, zodra de huizenmarkt begint te keren, en dat kantelpunt dat, dat zien we natuurlijk wel aankomen, dan is er wel enige reden om je zorgen te maken over mogelijke, uh, mogelijke scenario's met forse uh, prijsdalingen. Hij zegt dus hoge pieken en diepe dalen. En zoals je weet, was Nederland het land dat de afgelopen uh, periode in de top 5 van de hardste huizenprijsstijgingen van Europa stond. En dat betekent dan ook dat dat heel hard weer de andere kant komt. En dus mede doordat die leenruimte zo breed was. En we weten nou eenmaal dat de lenruimte, de leencapaciteit van de koper, dat die heel erg nauw samenhangt met de huizenprijzen. Onderzoek 2020, juni.